Een uitzondering voor het personeelstop bij de overheid zal worden gemaakt om 107 nieuwe werkers bij de overheidscrèches aan te nemen. Dit verklapte vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag op zijn kabinet. Personeelsleden van overheidscrèches hebben zich vandaag daar verzameld om de vicepresident een petitie aan te bieden met een verzoek om in te spelen op het probleem van het personeelstekort. Het is gebleken dat door de jaren heen een groot tekort aan gekwalificeerd personeel is ontstaan. Dit vanwege het feit dat personeelsleden met pensioen gaan en er niet gezorgd wordt voor nieuw kader binnen de crèches. De crèches zijn hierdoor van een opvangcapaciteit van 50 kinderen gedaald naar 25 kinderen. Of... Ik heb moeite voor jullie maken. Ja, maar ik had het een keer, als hij het doet direct, maar ik had gelijk. Vandaag is RVM en ik ga dit bespreken aan de RVM en later op de dag tegen 3 uur kijk naar de president. Ja, ik heb de minister gebeld en ik heb de minister, ik zie mensen van u beneden. De vicepresident zei dat hij eerder al met de minister van Sociale Zaken heeft gesproken over deze kwestie. Hij verduidelijkt dat er komende week nog een officieel besluit genomen zal worden over mensen die aangenomen moeten worden.